mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. En welkom bij Dikke Dingen, de show waarin ik dikke dingen ga maken om vervolgens dan weer hele leuke dingen mee te gaan doen. En dat doe ik niet alleen, want ik ben een klein beetje onhandig. En daarom krijg ik hulp van iemand genaamd... Handige Hugo! Ik ben altijd de enige die klapt hier. Wat goed. Ik ben de enige, het is echt een triest applaus altijd voor jou. Oké, okay, wat gaan we vandaag doen Hugo? Nou, ik heb een skateboard waar ik kan staan met een motor erin. En ik heb nog motoren over. Ik zat te denken, ik heb nog een oude winkelwagen staan. Hoe vet zou het zijn als we die ergens in een winkel of in een supermarkt planten. En dat we dan die motoren erop zetten. Dus wat jij me probeert te vertellen is dat je een winkelwagen op afstand kan gaan besturen. Ja. Ook als je een volwassen kerel bent, zoals Hugo, moet je kattenkwaad kunnen blijven uithalen. Zonder reden, niet om wereldvrede, gewoon voor de fatten of voor de lol. Het is maar net hoe je het liefst praat, zeg maar. Alles wat afstand bestuurbaar is, is grappig. Stel je voor dat je een hond op afstand kan besturen. Is toch fatten of grappig? Het is maar net hoe je... Nee. Ja. Die hond wordt lastig, maar wel een winkelwagentje. En nog twee andere dingen. Hoe kom jij nou weer aan een winkelwagen? Ja, wat is er nou bijvoorbeeld? Je gaat wel eens een borreltje ergens drinken. Ja. En dan... Ja, dat herken ik, ja. Dus, zo heb ik ook nog 12 brievenbussen bij mijn ouders liggen. Oké, we gaan deze motor gaan we hier plaatsen. Ik heb er nog eentje, dus die kunnen we aan de andere kant monteren op dit wiel. Zeg maar, dan wordt dit rechts, dus dan ga je naar links. Ja, als dit lukt, dan ben ik wel echt een gelukkige jongen. Ja, jij hebt mensen gaan versteld staan, dan ben ik 100% zeker. Maar ik moet het wel eerst even zien. The moment of truth, Hugo. Ja. 3, 2, 1. Yeah! Yes! Ah, dit wordt echt lang, joh. Ze doen het ook gewoon allebei. Het gaat echt hard ook. Ja, het gaat echt hard. Daar zijn we dan, buiten, recht voor de Deen. Met onze automatisch bestuurbare winkelwagen. Ik ga even een boodschapje doen. Hugo krijgt de remote. Succes ermee. Goed, dankjewel. Zet hem op. Enjoy. Hugo gaat los. Nee, is niet nodig hoor. Kijk, het gaat allemaal vanzelf. Achteraan. Je moet nog een beetje frisdrank hebben, dus... Dit is de toekomst, mevrouw. Echt? Ik weet het zeker. Ik wil nog meer lol beleven, Hugo, met deze skateboardmotor. Dus kunnen we nog wat anders bedenken? Ja, ik zat te denken, mijn oma die heeft in principe nog een rollator over en die heeft nog een scootmobiel gekregen. Nou, wat toevallig. De bedoeling is eigenlijk dat we dezelfde motoren gaan gebruiken als op het winkelwagentje. En dan wil ik ze eigenlijk gaan monteren aan de zijkanten van de rollator. Dus dan moeten we wel iets van steuntjes hebben waar ze aan vast kunnen. Die gaan we eerst even eraan vastlassen. Nou, dat ga jij doen. Dat ga ik even doen. Zo! Hey, was dat makkelijk of was het lastig? Nou, het moet gewoon even goed gebeuren, want we moeten wel goed vast natuurlijk. Oké, het volgende. We hebben natuurlijk de motoren. Lastig. Wat? Wat lastig, gast. Lastig. Lastig. Hij pakt hem. Dat duurde lang, gast. Lastig. Nou ja. Wat gaan we doen? Ja, dezelfde motoren, dezelfde aandrijving eigenlijk. Tijd voor pindakaas. Ja, lekker. Tenminste, als je een broodje pindakaas bij hebt, ik wel. Oh, proost. Proost, geniet ervan.
Hey, ik zat laatst te denken, ik ben dus verhuisd en ik heb echt dagen dat ik met een maat van mij gewoon gaan we beunen. En dat vind ik echt leuke dagen. Ja. Ook omdat je even, zeg maar, niet met je telefoon of zo bezig bent. Ik merk wel, nog steeds meer om me heen en in de jeugd, het is niet per se zo dat de hele dag op je telefoon zit en dat je daar ook gelukkiger van wordt. Nee. Sterker nog, zijn best wel veel jongeren met een burn-out omdat ze het hele tijd het idee hebben dat ze super miljonair moeten worden. Probeer gewoon met je vrienden, met je maatjes, met je vriendinnen gewoon dikke dingen te maken zoals wij het doen, weet je wel. Het is in principe niet moeilijk, je moet alleen een beetje je fantasie gebruiken. Je zal zien dat je gewoon weer helemaal opknapt, zeg maar. Hij doet het hoor. We zijn even afgereisd naar een klein overdekt winkelcentrumpje. We gaan namelijk onze rollator testen. En dat doen we met behulp van Yvonne. Yvonne, ben je er klaar voor? Ja hoor. Wat we gaan doen, je gaat op het bankje zitten. Dan zetten we de rollator ergens neer. Dan komt er iemand langs en dan zegt hij, meneer, mijn rollator is weggerold. Kunt u hem even pakken? Ja. Het is tijd voor de test. Yvonne gaat even een kuitje doen. Je zet het aan. Ja, top. Ergens hier zo. Ik geloof het Dit was echt goud. Dit was beter dan een winkelwagen. Ja, inderdaad al een stuk beter. Maar het kan nog extremer, toch? Ja, het kan nog extremer. Oké. Jezus. Dit wordt de finale. Ja. We hebben zelfs een kind. Ja. Mama! Ik moet wel echt lijken. Wat is dit? Het lelijkste kind. Ja, ik kan ook kijken. Wat ik ooit gezien heb. Lijkt Michael Jackson wel met die blauwe uit. Doe snel weer erin. Ja. Naar van. Ik weet niet of ik ook gewoon of we hier zonder straf. We moeten er wel, wel in de gaten houden dat het niet fout afloopt in ieder geval. Nee. Oké, dus we rammen die motor er weer op. Ja. Dan gaan we ons baby nog even lekker instoppen. En dan gaan we nu echt rel schoppen. Ja. Kom op, we doen het. Klaar voor? Ja, ik heb er zin in, jongen. We zijn weer terug in ons winkelcentrum met Noël, onze moeder. Ja. Noël, jij hebt echt een kind. Die geef je even aan Hugo, ja. Als dat oké is. Deze gaat even in het karretje. En dan is dit de bedoeling. Jij bent met je kind lekker aan het wandelen. En jij wordt gebeld en dan ga je een beetje bellen. En dan ineens gebeurt dit. Ja, dan weet je al hoe laat het is. Oké. Het is tijd voor de winkelwagen. Wel ook. Nee, we gaan niet wijs achter. Hey, sorry. Hey, er zit geen kind in. Oh, nee.
Ja, dat was hem. Ja, Hugo, jongen. Dankjewel. Lekker, hè? Dit was echt ja, dat was lachen. Ja. Ja, ik zou zeggen, jongens, denk erover na. Ga sowieso met z'n allen gewoon proberen. Er zitten zoveel kanten aan techniek, bouw. Je kan alle kanten waarop die je wil. Mensen, probeer het. Dit is echt fucking gaaf. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mij. Tot de volgende keer. Bye.